De werking van de openmarktoperaties OMOS zal altijd een discussie blijven. Enkele weken hadden DNA-leden kritiek op de OMOS, die ervoor zouden zorgen dat er veel SRD's in omloop worden gebracht. Echter vindt de Centrale Bank van Suriname niet dat de rente bij OMOS zorgen voor geldschepping. Volgens Maurice Roemer, Centrale Bank van Suriname governor, maakt het niet uit welke vorm van staatsobligatie gekozen wordt. Er zal altijd sprake zijn van rente. Ook al zouden de OMO's niet het meest effectieve instrument zijn, maar op het moment dat we vaststellen dat er sprake is van overliquiditeit en de centrale bank moet hier dus kijken naar hoe wij dit vraagstuk gaan oplossen, dan wil ik alleen maar zeggen dat vooral ik heel graag luister naar alle critici, maar ook vooral naar alternatieven. Er moeten goede alternatieven zijn. Waar het gaat over de OMO's, de wijze waarop we het uitvoeren, is natuurlijk een manier waar uiteraard je wat kritiek over zou kunnen hebben. Maar de kritiek, denk ik, moet zo veel meer betrekking moeten hebben over de effectiviteit van het instrument. Het instrument is totaal niet verkeerd. Het instrument is zeer goed. En dat is de waarheid. Maar waar het over gaat is, wat zijn de verwachtingen die dit instrument in de financiële markten teweeg brengt? We noemen dat, welke transmissies zouden hiermee gepaard moeten gaan? Nou, en die transmissies die blijven enigszins uit. In termen van uitvoering zijn OMOS een goed instrument, naar zeggen van Roemer. Alleen moet gekeken worden naar de kritische kanttekeningen. Met name daar waar de financiële markten in ons land niet werken zoals verwacht. De bankgovernor zegt dat afbouwen van de OMOS met het IMF besproken zal moeten worden. Indien dat het geval moet zijn, dan zal hij als governor alle spelregels behorende bij de overeenkomst met het IMF conform uitvoeren. Daar mag de samenleving op me rekenen. We komen nu in een ronde waar we al deze kritische zaken kunnen bespreken en dat in een trechter komt, met het IMF wordt besproken. We willen allemaal nog een IMF-programma en dan moet dit gaan resulteren in wat andere mensen graag willen. Dat is dat de wijze waarop het wordt uitgevoerd met termijndeposito, dat zou beëindigen. Maar ik zeg u al, dan moet er een alternatief zijn. En wat dat alternatief is, helaas wordt daar te weinig over gepraat en gediscussieerd. Maar nogmaals, de centrale bank heeft de plicht om datgene wat in ieder geval wordt overeengekomen door de regering, mij persoon als governor en de minister van Financiën met het IMF, om dat conform uit te voeren. Roemer benadrukt dat in de ronde waarin Suriname nu komt met het IMF, er nagegaan moet worden of de termijndeposito's nog uitgevoerd moeten worden. Echter zal vastgesteld moeten worden of dat in economische termen het beste is.